met deze nieuwe verhuisvlog. Ook namens Letters. Moet je kijken, wat een leuk shirt. Ik vind hem zo grappig. Dat is even een tijdje geleden en dat komt door meerdere dingen. Ten eerste kreeg ik corona. Dus ben best wel goed grieperig geweest, goed ziek geweest. En dus dat was de eerste hobbel. En ten tweede kwam dat omdat er is heel veel gebeurd hiernaast. Echt heel veel. Gaan jullie zo zien. Maar er waren ook heel veel mensen aan het werk. En dan niet alleen mijn vader, maar ook echt andere mensen van de aannemer. En die wilde ik gewoon niet filmen. Dus dan kon ik overdag niet filmen daardoor. En ook, het was één grote zooi in dat huis. Dus ik kon ook nergens met de rolstoel echt goed door. En als ik dan 's avonds wilde filmen, ja, dan was het veel te donker. Want ik heb nog niet overal hele goede lichtpunten. Dus ja, dan kan dat ook niet. Maar zoals jullie hier naast mij zien, het begint er nu toch wel echt aan te komen hoor. Echt zo fijn. Ja, het is de datum dat ik ga verhuizen komt steeds dichterbij. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb afgelopen tijd wel steeds wat beelden gefilmd. Ik ga dat lekker nu monteren voor jullie met een muziekje eronder. Zo hier en daar en hier en daar een beetje. Met mijn stem eronder. Want ik heb hier en daar wel wat dingen uitgelegd die ik liet zien. Maar hier en daar ook alleen maar gefilmd. Dus daar komt dan lekker muziek onder. En dan gaan jullie zien hoe het tot nu toe geworden is. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus geniet lekker van de beelden. Laat er hieronder in de reacties even weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie weer bij de volgende update. Doei doei! Nou, dan gaan we hier met de tour beginnen. Ik sta nu bij de voordeur. En dan gaan we als eerste even naar de zijkamer. Want ja, je ziet het niet zo goed door de weerspiegeling van het licht. Maar kijk, als ik het zo laat zien. Nee, daar zie je ongeveer niks van. Maar dit hele raam, zeg maar, de kozijnen zijn wit geworden. Dat waren ze niet. En het plafonnetje is mooi. Ja, zie je? Als ik zo film, zie je het wel. Dat heeft papa allemaal in de grondverf gezet. En dat is ook hier het geval met de kozijnen. Daar zie je net zo weinig van in het licht. Hier staat nog allemaal zooi van de aannemer. Hier eigenlijk ook. Hi pap. Harde werker. Hoe is het? We filmen net ook even zitten. Ja, hè? Hele dag gewerkt. Liever actie vinden. Nou, dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Er is nog actie zat. Even kijken. Dit zijn de deuren. Netjes op rij. Die heb je al geschuurd, toch? Ja, wel. Ja. Die staan strak klaar. Dus als je eigenlijk vervelend. Dan Die alleen onder kan. Oh, er staan nog meer deuren. Het zijn best veel deuren voor. Ja. Als je het wil weten, 10. 10. 10, hè? Goede schilders bij onder jullie. Nee, de beste schilder ben jij, dus. Hebben we hier mijn inbouwkasten. Daar komen deurtjes voor me. Dat heeft papa ook al helemaal mooi gemaakt. En ook hier heeft Roy het plafond gewit. Dus dat ziet er allemaal helemaal netjes fris uit. Alle plafonds in de gang. Gang. Echt mooi hoor. Ik wou net zeggen. Dan gaan we naar de badkamer. Hier de douchehoek. Dan komt hier op deze muur mijn douchezitje. Hier de kraan. En het gordijn. Papa zit even te bellen, hoor ik. En dan vanaf de andere kant, daar komt dan de wc. Hier komt de wasmachine en droger zo op elkaar.
En dan komt hier nog een wastafel te hangen. En dan heb ik nog ruimte voor een paar kastjes. Dus dat is ook fijn. Dit is het tegelwerk in de keuken. Daar hangt folie overheen op dit moment. En dan wordt op deze hoogte komt dan het blad, zodat dat roze mooi boven het blad is. En hier is ook gewit. Echt super licht is het nu geworden. En aan deze muur heb ik dan dezelfde tegels, maar dan in het wit. En op de vloer liggen dezelfde grijze tegels als in de badkamer op de muur zitten ook. Die zitten daar ook op de vloer, maar dat is allemaal nog even afgeplakt vanwege het verven. Dus zoals jullie zien is het aardig gestaag. Hé, hey, kijk eens aan. Daar is mama. Zo, ben je aan het filmen? Ik ben even aan het filmen. Gezellig. Even laten zien hoe mooi het allemaal wordt. Ja, en hoe hard er hier gewerkt wordt door iedereen.